Samardzic, het is Feyenoord's tweede. En Jeverin staat vast. En het is weer gelijk. Treffer van Konterman wordt toegekend. Ontmoeting met Bert Konterman. Deze voetballer en oud-international heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij in God gelooft. Mijn zoon John Henry, die zelf ook graag voetbalt, praat met hem over hoe hij een getuige van Jezus kan zijn in deze soms harde voetbalwereld. Goedendag, welkom in Zwolle. Bert Konterman. John Henry. Hallo jongen. 25 minuten. Nee, hier is het allemaal begonnen. Ja, wel in een ander stadion, om eerlijk te zijn. Andere tijden, maar... Het logo, dat is inderdaad bekend. Dat heb ik op mijn shirt gehad. En ja, deze grond ook. Dat is ook allemaal begonnen, ja. En uiteindelijk wilde Feyenoord mee hebben. En dan word je landskampioen en haal je het Nederlands elftal. Nou ja, of een jongensdroom die ik niet had. Die komt helemaal uit van, ik had nul verwachtingen van profvoetballer worden. En dan haal je het Nederlands elftal en je wordt kampioen van Nederland. Die staat op de koolsingel. Nou, en als klap op de vuurpijl ga je ook nog naar het buitenland toe. Nou, dat had ik nooit verwacht toen ik nog in Heerenveen woonde, dat ik ooit in het buitenland zou gaan wonen. Je bent een christen en bad je dan ook wel eens voor een wedstrijd? Voor de wedstrijd eigenlijk niet. Wat ik wel deed, heb ik eigenlijk heel mijn carrière wel gedaan, dat ik de avond voor de wedstrijd thuis in bed altijd bad van dat ik de wedstrijd zonder blessures mocht beëindigen. Dat heb ik eigenlijk heel mijn carrière gedaan, dat ik zonder kleerscheuren weer de volgende dag op mocht staan. Dat is nagenoeg gebeurd, heel mijn carrière, dus je bent verhoord. Christelijk opgevoed? Ja, ik ben inderdaad christelijk opgevoed. Christen, echt het woord christen, ja, dat is eigenlijk van de laatste jaren. Maar ik ben echt opgevoed met de Bijbel, met de psalmversjes leren, met alle verhalen uit de Bijbel. Zoals dat in Stappos daaroverheen gaat. Je wordt gedoopt, je gaat naar de school met de Bijbel. Jezus gestorven is voor ons. Alleen de diepere betekenis, de relatie met God en met de Heer Jezus, ja, dat is pas van de laatste jaren. Maar... En waarom heb je eigenlijk het bekendgemaakt dat je gelovig bent en christen bent? Dat is wel een hele mooie vraag, ja. Want op dat moment herkende ik het nog niet. Dat was ook al om mijn achtste moesten kort begrip gaan leren. We hadden al op psalmversjes zo'n beetje geleerd die er waren. Toen zei de lagere school onze meester, nu moet je kort begrip gaan leren. Maar dat is hele moeilijke stof, dat ging hij gelukkig eerst uitleggen. En toen had ik al een stemmetje die zei van ja... Ik geloof daarin en ik ga bidden en ik ga uit de Bijbel lezen. En dat voelde toen nog goed. Dat heb ik eigenlijk vanaf mijn 11e, 12e gedaan. Maar datzelfde stemmetje kwam terug toen ik aan Cambuur verkocht was. Toen had ik hier een interview in Zwolle met een journalist van de Voetbal International. En die wilde wel eens weten wie die Konterman was. Rare naam, nooit van gehoord. En Cambuur die blijft erin. En hoe gaat dat nou? Nou, dan heb je het over de standaardzaken, zoals AC Milan was toen goed met Rijkaard en Van Basten. Maar ik had de hele tijd weer dat stemmetje in mij. En nu achteraf wist ik wel, hè, dat is de Heilige Geest. Maar op dat moment, ik denk, wat moet dat stemmetje nou van? En dat stemmetje zei, zeg dat je in de Heere God gelooft, zeg dat je in de Heere God gelooft, zeg dat je in de Heere God gelooft. Bleef maar in mijn hoofd zitten. En aan het eind van het interview zei ook die journalist van, nou, nog iets vergeten? Hebben we nog wat te melden? Ja, ik geloof ook in de Heere God. Oeh, nou, dat is nieuw. Opschrijven was natuurlijk, dat hadden ze nog niet zoveel meegemaakt in Nederland toen. Dus ja, vanaf dat moment, bam, krijg je vette stempel opgedrukt. En als ik de gelovige voetballer, dus dan zie ik echt als een knipoog van de Heere God. Ik wilde geen profvoetballer worden. Word je profvoetballer. Je haalt het Nederlands elftal. Je hebt een carrière waar je u tegen zegt. En ja, dat die gewoon een grap met mij aan het uithalen is van, lekker gymleraar op boswacht. Nee, vergeet het maar, Konterman. Jij wordt voetballer en je gaat als voetballer over mij praten. En ja, dat vind ik zo uniek. Dat vind ik gewoon grappig. En was die combinatie nooit moeilijk van voetbal en het geloof samen te doen? Was heel moeilijk. En nu je werkzaam bent als technisch manager, hoe combineer je dat dan? Nou ja, met name de laatste jaren ook door de contacten met onze geloofshelden, de groep van gelovige topsporters. De contacten met René Ruitenberg, die ook een hele grote verandering in zijn leven heeft meegemaakt. We hebben één keer per maand we kerk in een woonkamer bij een van de sporters thuis. De laatste jaren kan ik echt spreken van enorme groei in mijn geloof. Dat ik nu begrijp wat christen zijn betekent, een relatie hebben. Een relatie zoals vader en zoon, man, vrouw. Om dat te hebben met de Heere God. Je maakte die goal en hoe ervaarde je het zelf? Wat gebeurde er precies? Nou ja, hetzelfde hoe jij het kampioenschap ervaren. Ja, leuke goal. Ja. En hij is nu nog geloof ik op YouTube te zien. Maar ja, voor de rest, ik heb wel meer belangrijke doelpunten gemaakt. Deze was dan in de kruising. Maar, voor de rest, Ik had ook een goal gemaakt in de Europa Cup die ook belangrijk was om naar de volgende ronde tegen Paris Saint-Germain te gaan.
Ah, daar begon niemand over, maar als je dan tegen Celtic, de aardsrivalen, de katholieken scoort. Ja, dat is voor die fans zo geweldig. En het was de kentering toen ook dat ze heel lang op rij hadden verloren van Celtic. En dit was de eerste keer weer dat we dan gingen winnen van Celtic met Rangers. En daarna hebben we een hele goede serie ook gehad. Dus ja, het was een soort keerpunt voor die mensen. En eigenlijk ook een keerpunt in mijn carrière daar. En als voetballer spreek je ook wel eens in kerken tegen de mensen. En wat zou je tegen de kijkers thuis willen zeggen? Nou ja, onder andere in de kerken gebruiken we eens de vergelijking van de grote finale van 1 Korinthe 9. Dat je de lauwerkrans kan winnen die nooit verwelkt. En dat je die finale nu aan het spelen bent. En ik denk dat het ook zo is. De aftrap voor mij was in Rauwveen. En deze wereld is ons speelveld waarop we voetballen en leven. En ja, God geeft ons de kans om hem te zoeken en hem te gebruiken als trainer om die finale te winnen. Hij heeft zijn assistent-trainer, de Heer Jezus, zelfs naar deze wereld, naar dit speelveld laten komen en voor ons laten sterven. En dat is eigenlijk ongelooflijk. Dat is met geen pen te beschrijven. Ik heb zelf 3 kinderen. En ik kan mezelf niet voorstellen om een van mijn kinderen op te offeren, ook nog aan mensen die het eigenlijk helemaal niet verdiend hebben. En dat vind ik dan wel zo bijzonder aan de Heer God, hoeveel hij van ons houdt. En dat hij ons ook wil helpen om die finale op dat voetbalveld, om die te helpen winnen. Alleen ja, het is aan ons. Doen we de deur open als hij aanklopt als trainer van hey, ik wil je helpen, ik heb nog een paar tips voor jou hoe je die finale kan winnen. Of laten we hem dicht en gaan we onze eigen weg en gaan we die finale verliezen. Of zitten we zelfs op de tribune toe te kijken. En ja, dat vind ik wel het bijzondere, dat hij zoveel van ons houdt, elke dag aanklopt. Om maar dat hij zo graag wil dat we bij hem in de hemel komen. En dat we die lauwerkrans mogen winnen die nooit verwelkt. En nou, laten we daar met elkaar voor gaan. Laten we daar ook in helpen als collega's onder elkaar, voetbalcollega's. En ik denk dat we dan een gigantisch mooie toekomst hebben en elkaar in de toekomst terugzien.